nu in de oude brouwerij, waar het allemaal begonnen is in 1985. En hier is Casper Peterson begonnen met brouwen. Badhuis Vune, de ideale plek om te gaan brouwen. Omdat natuurlijk door die douches al helemaal betegeld was. En ook heel veel connecties van water, goede afvoer van water. Ik ben hier 8 jaar geleden begonnen als assistentbrouwer. Nu sinds een aantal maanden fulltime ambassadeur. En het leuke is, wij brouwen met Amsterdamse leidingwater. Kalk en mineralen houdt beter die smaken vast. We hebben ook nog mout. Ook een heel belangrijk ingrediënt van het bier. Dit is de pilsmout. Dit is altijd de basismout. Dit is karamout. Die is een beetje gekarameliseerd. En dit is roostmout. Dit is gewoon met hele hete lucht nog behandeld, waardoor het geroosterd wordt. Deze roostmout gebruiken we bijvoorbeeld in ons bokbier. Want in die mout zit er zetmeel, hè? Als dit op het land groeit, dan heet het nog gewoon gerst. Die gerst die wordt geoogst. Na het oogsten gaat hij naar de mouterij toe. In de mouterij is heel simpel. Leg het gewoon in water en daardoor gaat het ontkiemen. En tijdens die ontkieming wordt er dus zetmeel gevormd in die korrel. Die zetmeel is belangrijk in het brouwproces, want die zetmeel wordt omgezet in suiker. En die suiker wordt later weer opgegeten door gist en alcohol van gemaakt. Die mout die gaat hier met zo'n buis, transportbuis, omhoog. Die komt daarboven in een wals terecht. En die wals die staat precies zo afgesteld dat die moutkorrel er net niet doorheen past. En dus in tweeën splitst. En dan gaat via deze pijp gaat het zo naar de eerste brouwketel. Dit is de eerste brouwketel in het brouwhuis. Hier gaan we dus die opengebroken mout mengen met 4000 liter water. We gaan hier gewoon bepaalde temperatuurfases door. Dat duurt in totaal 2 uur ongeveer. En dat doen we omdat er in die mout ook enzymen zitten. En wat die enzymen doen, is die zetten die zetmeel om in suiker. Ja, die vraag van de struisvogel die krijg ik natuurlijk wel vaker. Van, goh, waar komt die eigenlijk vandaan? Vroeger had je wel meer brouwerijen in Amsterdam die allemaal een vogel in het logo hadden. En dus eigenlijk een oude Amsterdamse traditie. En ook natuurlijk omdat het vernoemd is naar brouwerij het ei. Hè? Dan is het klaar. Dan gaat die gehele soep zeg maar naar deze ketel. Of naar deze tank. Dit is een separatietank. Want hier blijft die mout achter. En het suikerwater gaat allemaal weer terug in deze tank. Dat gaan we dan koken. Dat heet dan ook wel wort. En tijdens die 1,5 uur koken gaan we ook eens echt het recept verder ontwikkelen. Belangrijk van het koken is ook dat we alle bacteriën doden. En dan gaat het naar die tank, hierachter. Dat is een soort van centrifuge. Deze centrifuge die haalt weer de hop en de kruiden eruit. En met 20 graden gaat het dan ineens van deze tank. Het is namelijk een vergistingstank en lageringstank in één. En dan gaat die gist, hier doen we dus onze gist erbij. Gaat die suiker opeten en maakt er alcohol en koolzuur van. Dat is het gist wat eigenlijk het gist doet. Het is een eencellig micro-organisme dat eet suiker en poept als het ware alcohol en koolzuur uit. Koolzuur, dat zie je hier ontsnappen. Dan is die vergisting klaar en dan moet het hier gewoon nog 2 weken blijven staan in dezelfde tank om te rijpen. Onze bieren zijn heel doordrinkbaar, dus we maken eigenlijk levensgevaarlijk bier. Wat wel weer uniek is ook van ons bier, dat wij ons bier niet pasteuriseren. En dat betekent dat die smaakontwikkeling dus op fles of op fust gewoon doorgaat. Na die 2 weken rijpen zijn we klaar voor de laatste processtap, namelijk het afvullen op fles of op fust. Ja, we werken met allemaal schone flesjes, allemaal nieuwe flesjes. Die worden voor de zekerheid in het begin van het proces, van het vulproces, wel even gereinigd. Na het spoelen komt het in een carousel terecht. Dan wordt het onder druk afgevuld. Als je het proces ziet, dan zie je ook dat na het afvullen een klein beetje expres laten overschuimen het bier. En dat doen we ook omdat dan ook alle zuurstof uit het flesje is. En anders zou je weer oxidatie van je bier krijgen. En dat proef je ook weer in het bier. De kroonkurk gaat erop. Dan namelijk met lijm gaan daarna de labels erop. En dan is er 1 persoon die controleert alle flesjes, visueel. En die stopt ze in een doos. En die stapelt ze ook op een pallet. Dan is het eigenlijk klaar voor consumptie eigenlijk meteen. We bevinden ons nu in het laboratorium. Hier kunnen we bijvoorbeeld meten de zuurtegraad van het bier. Of er geen zuurstof in het flesje zit. De kleur, alcoholpercentage.
Ja, dat soort zaken kunnen we nu allemaal heel nauwkeurig bepalen hier. Nou, inmiddels heeft Brouwerij het IJ 13 soorten bier, waarvan 10 het hele jaar verkrijgbaar zijn en 3 seizoensbieren. He, voor de lente, de herfst en de winter hebben we ook een seizoensbier. Naast die 13 bieren hebben we ook af en toe nog limited editions die we brouwen. Het is hartstikke leuk om te doen, he. Af en toe een heel nieuw bier in de markt te zetten. Leuk voor de brouwers om nieuwe bieren te brouwen en op die manier te experimenteren.